Goedemorgen, mijn naam is Sophie de Smet en samen met mijn collega Niele van Dalen werk ik op de cel Welzijn. Wij zijn een HR-afdeling van het AZ Jan Paul Fijn, het ziekenhuis in Gent. Nu, ik ben ervan overtuigd dat iedereen die de webinar hier volgt allang overtuigd is ook van het belang van welzijn voor de medewerkers in zijn of haar organisatie. En wat ik met jullie ga doen, is het komende kwartiertje een stuk vertellen hoe wij daarvoor in ons ziekenhuis gemeenschappelijke taal hebben gecreëerd. Nu, wij gebruiken daarvoor de tool Het Huis van Werkvermogen. Zo dadelijk zal ik een video tonen waar het concept in wordt verduidelijkt. En daarna ga ik met jullie een wandeling maken doorheen de verschillende verdiepen van Het Huis van Werkvermogen. En zal ik ook telkens een tool toelichten die ons heeft geholpen om het gedachtegoed van Het Huis van Werkvermogen te verankeren in onze organisatie. En dat is eventueel ook een tool die jullie onmiddellijk ook kunnen inzetten in jullie eigen dienst. Maar ik ga nu eerst aan de hand van de video, als alles goed lukt, het concept verduidelijken. Werkvermogen geeft aan in hoeverre jij in staat bent je werk te doen. Fysiek en mentaal. Het Huis van Werkvermogen is een manier om de verschillende factoren die invloed hebben op jouw werkvermogen in kaart te brengen. De factoren vind je terug in de verdiepingen van het huis. Helemaal onder in het huis vind je je gezondheid. Fysiek en mentaal. Daarboven zitten je competenties. De kennis en vaardigheden die je nodig hebt om je werk goed uit te voeren. De volgende verdieping bevatten de normen en waarden die jou drijven, zoals respect of waardering. En of je deze waarden terugvindt in de organisatie. Op deze verdieping vind je ook het balkon. Vanuit hier kijk je uit op je directe omgeving. Je familie, je vrienden, maar ook de maatschappij. Ook zij hebben invloed op jouw werkvermogen. De verdieping daarboven, tenslotte, vertegenwoordigt je werkomstandigheden. Zoals werkeisen en leiderschap. Hoe meer verdiepingen op orde zijn, des te hoger je werkvermogen. Heb je één of meerdere verdiepingen met achterstallig onderhoud? Dan heeft dat een negatieve invloed op je werkvermogen. Tijd voor renovatie dus. Kortom, het Huis van Werkvermogen is een goede manier om je werkvermogen te bespreken en te laten groeien. Ja, voilà. Nu, ik denk dat de video wel mooi illustreert dat werkvermogen een zeer breed begrip is. Het laat ons dan ook toe om zowel preventief als curatief op werkvermogen in te zetten. Nu, daar is ook een gedeelde rol. Het is aan de werkgever om het werkvermogen van de medewerkers te ondersteunen en te faciliteren. En het is uiteindelijk aan de medewerker zelf om de regie vast te houden en zijn werkvermogen ook continu te monitoren. Nu, naast het model en de tool, het Huis van Werkvermogen, is het eigenlijk ook onze bril naar de medewerker toe, die onze manier van werken bepaalt. Nu, wij hebben eigenlijk altijd drie brillen op zak. Een oplossingsgerichte bril, een ontwikkelingsgerichte bril en een relatiegerichte bril. Nu, in een notendop, oplossingsgericht betekent voor ons dat wij ons graag focussen op de gewenste situatie. Dat is een positieve focus eerder dan de focus enkel en alleen op het probleem te richten. Ontwikkelingsgericht staat voor ons op onze focus op groei en de mogelijkheden van de medewerker. En het relatiegerichte deel staat dan eerder over voor onze dialooggestuurde aanpak en onze voorkeur om te praten met medewerkers eerder dan over medewerkers. Nu, om die gemeenschappelijke taal te installeren, hebben we het Huis van Werkvermogen in ons ziekenhuis op verschillende niveaus zichtbaar gemaakt. Dus het zit verankerd in ons beleid en het is ook echt ingebed in onze HR-processen.
We passen het huis van werkvermogen ook toe in onze coachings met de medewerkers, leidinggevenden en teams. En het komt ook heel vaak aan bod in de acties die we effectief installeren in het ziekenhuis hier bij ons. Nu, wat ik nu met jullie wil doen, is dus per verdiep een toelichting geven over hoe we dat dan effectief concreet maken bij ons in Jan Paul Veen. Dus per verdiep zal ik eerst aan jullie een inspirerende vraag voorleggen, om dan daarna een concrete tool toe te lichten die ons heeft geholpen om het te verankeren en die jullie eventueel zelf ook kunnen inzetten in jullie organisatie. Nu, ik ga starten bij de benedenverdieping, dus de verdieping van de mentale en de geestelijke gezondheid. En eigenlijk zou ik daar graag een klein experimentje met jullie willen doen. Dus wat ik ga doen, is zo dadelijk de vraag aan jullie voorleggen. En eigenlijk hoop ik straks op een tsunami in de chatbox aan antwoorden. Dus ik ga aftellen tot 3. Jullie krijgen eerst de tijd om het antwoord in de chat te formuleren, maar jullie drukken nog niet op send. Ik tel tot 3 en op 3 drukken we dan allemaal tegelijkertijd op send. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Dus de vraag die ik graag aan jullie wil voorleggen is, deel iets met ons, met de groep, over wat je deze morgen hebt gedaan om goed voor jezelf te zorgen. Dus ik ga jullie even tijd geven om het in te vullen in de chat. En dan tel ik straks op 3 en op 3 drukken we allemaal op send. Dat kunnen hele kleine dingen zijn, iets waar je specifiek aandacht aan besteed hebt om deze ochtend voor jezelf te zorgen. En dan ga ik nu tellen tot 3 en dan mogen jullie op 3 op send doen. 1, 2, 3. Ah, voilà, het lukt. Oké. Nu, jammer genoeg heb ik nu geen tijd om de chat, want ik zie dat 44, 45 mensen hebben geantwoord. Dus het is gelukt om een tsunami te verkrijgen. Jammer genoeg heb ik nu geen tijd om die antwoorden te overlopen. Maar wat ik nu met jullie heb gedaan, is eigenlijk een vorm van een kleine informele check-in. En een check-in is eigenlijk iets waar dat wij in ons ziekenhuis ons leidinggevenden heel vaak toe motiveren om te doen. Dat is eigenlijk een moment om even stil te staan bij je medewerkers die op dat moment bijzitten. En we zijn ervan overtuigd dat dat heel nuttige gesprekken oplevert. We weten ook van ons leidinggevenden zelf, van er is daar niet altijd veel tijd voor. Het hoeft ook niet lang te duren. En we geloven echt dat de winst die dat oplevert om eventjes aandacht te besteden aan je medewerker en de energie die je daarmee heeft aan je medewerkers, om er weer te kunnen voor gaan, we geloven dat dat echt wel heel veel winst kan geven voor je medewerkers. Dus bij deze geven we jullie ook graag de tool mee in de PowerPoint die wij daarvoor aan ons leidinggevenden doorgeven. Nu, als de mentale en de fysieke gezondheid goed zit, dan heb je ook meer ruimte om je competenties en je vaardigheden en je kennis in te zetten in je job. En de vraag die ik graag aan jullie wil voorleggen is, denk eens even na over wat jij wou worden als kind. Nu, het is zo dat, dat ik wel mag stellen, denk ik, in België, dat we allemaal nogal de neiging hebben om ervan uit te gaan van eerst zien en dan geloven. Nu, vanuit onze positieve focus vinden wij het belangrijk om het regelmatig eens om te draaien. En gaan we eigenlijk graag uit van eerst geloven en dan zien. Dat is iets dat we eigenlijk als kind wel allemaal gemakkelijk konden. Dus vandaar de vraag, wat wou jij worden als kind? Ook onderzoek heeft aangetoond dat het heel belangrijk is om uit te gaan van positieve aannames. Dus we weten het allemaal, maar het is niet altijd evident om er in de praktijk dan ook aandacht voor te hebben. En een tool die we daarvoor dan regelmatig inzetten, zijn de 10 groeivragen voor een team. Dat zijn vragen die eigenlijk peilen naar de krachten en de kwaliteiten van het team en de medewerkers in het team. En ook hier hebben we de ervaring dat dat echt heel zinvolle gesprekken oplevert. En dat het echt de veerkracht en de wendbaarheid van de medewerkers in het team activeert.
En als dan de competenties en de vaardigheden en de kennis die medewerkers hebben, als daar voldoende erkenning voor is en die kunnen voldoende benut worden, dan heeft dat ook een positief effect op de motivatie van de medewerkers. En dat brengt ons bij de volgende verdieping, dat is de verdieping van de waarden en de normen. Ja, de vraag is hier een stuk van, waarom kies jij voor een job in de zorg? En misschien is er wel een link met de vorige vraag die ik daarnet voorlegde, van wat wou je vroeger als kind worden? Misschien is er wel nog een link met wat je vroeger wenste te doen en wat je nu uiteindelijk in je job doet. Nu, die vraag verwijst naar je intrinsieke motivatie en je persoonlijke waarden en normen, die uiteraard een heel belangrijke rol spelen bij je motivatie. En iets anders heel belangrijk is dat er ook een match is tussen je persoonlijke waarden en normen en de waarden en de normen van de organisatie waar je werkt. Nu, we hoorden daarnet ook in de video dat twee van de belangrijke waarden om effectief te installeren in je organisatie respect en waardering zijn. In Jan Palfijn gaan we ervan uit dat erkenning en waardering voor de medewerkers echt wel een taak is van iedereen. En jullie zien hier ook een collage van activiteiten die we hebben gedaan om de maatschappelijke waardering, de waardering van en voor patiënten, waardering van leidinggevenden te installeren. En eentje die ik graag expliciet wil toeleggen is collega's voor collega's. We vinden het belangrijk om in te zetten op peer support, omdat we merken dat het zeer zinvol is om als medewerker ook je eigen supportsysteem uit te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis, daar hebben we heel vaak gehoord. Als we dan de vraag stellen van wat houdt je recht in die situatie, dan zijn dat vaak collega's. En een kleine actie die we daar rond gedaan hebben, is het kaartje Ik en mijn maatje, waarbij dan collega's werden uitgenodigd om een waardering ten opzichte van een empathiemaatje uit te drukken via een kaartje. En dan de verdiepingen, dus de drie verdiepingen waar we nu zijn doorgewandeld, zijn eigenlijk de verdiepingen waar je zelf als medewerker het meeste impact op hebt. Waar je zelf het meest invloed ook kunt op uitoefenen. De bovenste verdieping, de werkverdieping, is dan de verdieping waar je als werkgever vooral verantwoordelijk voor bent. En een eerste vraag die ik graag aan jullie wil voorleggen is, waar word je blij van op het werk? Wij hebben die vraag recent ook voorgelegd aan onze medewerkers en het antwoord dat meest naar voren kwam was collega's. En eigenlijk is dat ook niet zo verrassend, want het is ook heel belangrijk om je goed te voelen in je werk, dat je ook echt het gevoel hebt van ik maak deel uit van een team en dat je die verbondenheid voelt. Nu, er is niemand van ons die iedere dag fluitend naar zijn werk gaat. En als je dan het gevoel hebt van, het is wel belangrijk om toch iets te doen aan mijn werktevredenheid, dan is een methodiek of een mindset die ik daarbij kan gebruiken, het idee van het concept van jobcraften. Hoe past... En we doen dat allemaal, bewust of onbewust. Passen we onze job aan wie dan we zijn, wat dat we belangrijk vinden, wat dat we kunnen. En dat is ook wel iets dat we in onze coachings en vanuit ons beleid willen motiveren om een stuk te gaan kijken van hoe kunnen we een job gaan aanpassen, waar kunnen we gaan craften, zodanig dat die werktevredenheid aanwezig blijft of verder kan groeien. Nu dan tot slot onze uitdagingen voor de toekomst. Wat dat wij vooral gemerkt hebben, dus 3 jaar geleden heeft Jan Palfijn beslist om een celwelzijn op te richten en dus om welzijn structureel in te bedden in de organisatie. Maar ondertussen hebben we gemerkt dat welzijn zeker niet een opdracht kan zijn voor de celwelzijn. Het is heel belangrijk om voldoende stakeholders te hebben, ook al is welzijn niet hiërarchisch bepaald. Het is altijd wel helpend als het directieteam uw boodschap mee uitdraagt. Het is ook belangrijk om zichtbaar te zijn, om het thema zichtbaar te houden, om voldoende ambassadeurs te hebben. En daarnaast merken we dat ook als celwelzijn belangrijk is om wendbaar te zijn door de continue veranderingen waarmee dat je wordt geconfronteerd, zowel in je organisatie als buiten je organisatie. Hebben wij ook zelf het gevoel dat het belangrijk is om het thema
continu te monitoren en bij te sturen. Dus eigenlijk ja, blijft het een werk waar dat moet blijven aan werken. Dus die wendbaarheid is ook voor ons zeer belangrijk. Voilà, dat was een stukje hoe wij proberen gemeenschappelijke taal te installeren in ons ziekenhuis. Bedankt.